Ze is de Zutphense wijk De Teuge. 187 woningen die samen de meest energiezuinige wijk van Nederland moesten vormen. Daarvoor staat er midden in de wijk een hypermoderne installatie die de woningen verwarmt. Maar lukt dat? Nee, wij krijgen het huis gewoon niet warm. Zowel niet in de woonkamer als boven. Daar zitten de kinderen met dekbed om achter de televisie of de computer. De huizen in De Teuge hebben geen gas. In plaats daarvan wordt elektriciteit en de gratis warmte van het grondwater gebruikt om verwarming en heet water te maken. Het apparaat dat daarvoor zou moeten zorgen heet een warmtepomp. Per jaar gaan de gezinnen 6500 kilowattuur verbruiken en geen gas meer dus. Nou, dat bespaart CO2 en het levert een lage energierekening op. 485 euro per jaar aan verwarming. En dan zouden we de helft goedkoper zijn dan een woning die op gas draait. Maar de energierekening blijkt veel hoger te zijn. Want er wordt veel meer gebruikt dan de beloofde 6500 kilowattuur. 9000 kilowatt. 13.000 kilowattuur. 12.000 kilowatt. 9800. 13.000 kilowatt. 10.000 kilowatt. 17.000 kilowatt. En wij werken allebei. Nou, en hoeveel het verbruik ook is, het blijft koud in de huizen. Wij kregen onze badkamer niet warm, onze verdieping kregen we niet warm, de woonkamer kregen we niet warm. Dat komt omdat door bezuinigingen het bouwplan is aangepast en niet alle apparatuur in de huizen is ingebouwd om het systeem goed te laten functioneren. Daarin is ook afgesproken dat er zonnecellen op dak zou komen, er zou een zonneboiler komen. Dat was allemaal te duur, want dan zouden de woningen niet meer verkocht kunnen worden. Dus dat hebben ze allemaal geschrapt. Maar dat zijn essentiële componenten voor een goed werkende warmtepomp. De rekeningen in De Teuge zijn zo hoog dat sommige bewoners zelfs een telefoontje krijgen van het elektriciteitsbedrijf. Ja, of ze een wietplantage hadden op zolder. Het bewonerscomité van De Teuge wil de onderste steen boven hebben en schakelt een energie-expert in. Mijn eerste reactie was: deze cijfers kunnen niet goed zijn. Maar helaas waren ze wel goed. Maar de gemeente Zutphen heeft een briljant plan over hoe je een energiezuinige wijk weer warm moet krijgen. Met een dieselaggregaat. 'S Winters komt dagelijks een tankauto daar met diesel om bij te vullen, zodat wij nog wel steeds warmte hebben. Een dieselaggregaat in een energiezuinige wijk? Volgens mij is die niet echt energiezuinig. Om erbij de... In de wintermaanden 3000 liter diesel per dag. Daar gaat je milieuvriendelijke wijk. Zutphen geeft toe dat het plan met de warmtepompen volledig is mislukt. Maar wat nu? Tijdens bijeenkomsten wijzen de bewoners de gemeente op hun verantwoordelijkheid. Er zijn aantoonbaar dingen fout gegaan. En ik heb gekozen voor deze woning omdat het energiearm was. Nu stoken we volledig op diesel. Ik hoef u niet te vertellen wat de CO2-uitstoot is op het moment. Ik wou graag een duurzame woning en een duurzame wijk. Die heb ik niet gekregen. Niet mijn schuld. We hebben nu van de Vitens een aanbod gekregen ombouwen naar een gasketel. De goedkoopste gasketel die er is. Dus de warmtepomp kan naar de schroothoop. Als vergoeding krijgen de bewoners 3750 euro. Dat is een schrale troost, vinden ze. Want ze hebben 12.000 euro voor de pomp betaald. En dat zit toch in mijn hypotheek? Betaal ik 30 jaar? Ja, dat zou gewoon vergoed moeten worden. De bewoners vinden dat de gemeente dat moet doen, want... De gemeente heeft alle energiebesparende toestellen van het huis uit het huis gehaald. Alleen die warmtepomp, die was heilig voor hem. Beste bewoners van De Teuge in Zutphen, gaat toch gewoon verhuizen? Ja, dat is een goed idee. Maar wie wil deze woning nou kopen? Zodra je Google indrukt De Teuge, dan zup. Dus dat is heel simpel. Het is niet verkoopbaar. Totale schade voor de gemeente Zutphen en de bewoners? Daar kom je uit tussen de 4,5 en de 6,5 miljoen euro. Deze winter zitten de bewoners nog in de kou. Want de verwachting is dat het pas medio volgend jaar is opgelost. Maar ik heb er geen vertrouwen meer in. Het zou 2 jaar geleden ook al opgelost worden. Beste mensen, als ik jullie was, zou ik een hele goede advocaat in de arm nemen. Kent u ook zo'n geval van weggegooid geld? Ga dan naar kannietwaarzijn.vara.nl. Wij duiken er heel graag in.